Ik wou er eens iets van. Hallo Staal, vertel eens iets over uzelf. Ik woon al enige tijd in Enschede. Ik heb daar op de AKI gezeten. Ik heb de sculptuurafdeling gedaan. Ik ben 2 jaar geleden afgestudeerd en sindsdien werk ik zelfstandig als kunstenaar. Mijn werk gaat over de antropologische context waarbinnen mensen leven. Dus ik ben heel erg bezig met wat bouwen wij op deze wereld en wat dragen we, wat maken we allemaal. En die elementen voeg ik allemaal samen en daar heb ik deze installatie over gemaakt. Ik zie daar overhemden en streepjes. Heeft dat een betekenis? De kleuren en de vormen zijn juist allemaal een beetje door elkaar, omdat de wereld ook allemaal door elkaar is. Er zitten ook een aantal kubussen tussen en een kledingstuk gemaakt van beton. Dus zo de gebouwen die we maken, de kleding die wij dragen, laat heel erg zien wat onze cultuur is. Die is hier heel anders dan ergens anders. Daar dragen mensen ook andere dingen. En ik heb juist geprobeerd daarin de diversiteit aan te geven. En bakstenen zie ik. En iets met ramen erin. Dat is gebouwen? Ja, de kubussen die tegenwoordig eigenlijk een beetje de bouwvormen, alleen in heel simplistisch gemaakt. Dus de bouwblokken waar je als kind mee leert bouwen. Een beetje van dat idee ben ik uitgegaan en daar heb ik verschillende elementen gebruikt, waardoor sommige ook van beton zijn, andere zitten ramen in. Dus ja, zo gaat het een beetje door elkaar. En hoe lang blijft deze expositie hier? 14 juli kom ik alles weer ophalen. Het is tot die tijd het hier. Ik wens je veel succes. Dank u wel. Okay.